Hallo allemaal! Hoi! Het is nog steeds februari, oftewel elke schooldag een nieuwe collab met een andere YouTuber. En vandaag zit ik met... Erikos! Yay! Het is weer een tijdje geleden dat wij een video echt samen hebben gemaakt. Ik vind het eigenlijk schandalig lang geleden. Ja, nou, maar we zijn weer gezellig bij elkaar. We gaan vandaag een challenge doen. Een spectaculaire! Onwijs, ja, moeilijke challenge, namelijk... Wat was het ook alweer? Geen ja, geen nee. Ja, dat is echt een fantastische naam ook. We gaan zo om de beurt 45 seconden lang praten. Dan mag de één geen ja, geen nee zeggen. En als je afgaat, dan moet je grabbelen in deze doos. En daar zitten 3 opdrachten en 3 vragen in. Dus je kan één van beide krijgen. Maar als je het 45 seconden volhoudt, dan moet de ander... grabbelen. En dit zijn echt vragen en opdrachten die je niet wil krijgen. Fijn. Erik begint. De situatie is, ik kom een hamster terugbrengen in de dierenwinkel. En jij bent de verkoper. 45 seconden gaan nu in. Tingeling. Dag meneer. Dag mevrouw. Gaat alles goed? Waar kan ik je mee helpen? Oh nee, ja. Ja, goed. Ik heb van de week heb ik deze hamster heb ik gekocht. Ziet u dat? Ja. Nou ja, jij bent wel heel slecht. Wat erg! Dat betekent maar één ding. Ik wil grappig. Pick your kaartje. Dan gaan we, jongens. Bel een vriend of vriendin en zeg dat je iets hebt Nee. Oh my god, heb jij wel vrienden? Niemand pakt op. Forever alone. Zie je? Iedereen heeft dezezelfde fucking grap. Kap er eens mee. Wat een kut voicemail. Oh, Darcy is WhatsApp niet. Ik zit te poepen. Het is dringend. Het is hoge nood, ook bij mij. En nu gelijk nog een keer bellen. Dars? Ja? Hallo? Nou, ik ben natuurlijk bij jou geweest. En ik heb eigenlijk iets bij je meegenomen. Wat dan? Ik heb een zo'n geheugenkaartje heb ik meegenomen. Express. Waarom? Ja, ik weet niet waarom ik het deed eigenlijk. Is het serieus? Ja, echt. Nee, ik geloof er niet van. Grapje! En dat tijdens het poepen. Altijd... Nu mag je weer verder persen. Oh. Ah, jeetje. Oké, doei. Doei. Warm van gekregen. Ik ook. Godzang. Poep. De volgende situatie is dat ik met mijn zoon naar jou kom als leraar op de ouderavond. Ja, goede avond. Ik hoorde dat mijn zoon het niet al te goed doet in de klas. Dat klopt inderdaad. Maar wordt hij ook wel eens gepest, want hij komt wel eens thuis? Zover ik weet niet. Maar hij bakt er gewoon niks van. Echt waar niet? Echt waar niet. En waar bakt hij er niks van? Nou, vooral niet inderdaad met koken, maar ook met rekenen niet, met taal niet. En met Engels? Engels wel. Om een of andere reden. Echt waar? Echt waar. Ja, de tijd... Oh ja, nee! Nee! Oh ja, nee! Ik zei ja, de tijd is om. Het was precies, ja, net of wel niet in de volgende. Nou, ik vond dat het buiten de tijd was. Laat je laatst genomen foto zien. Ik heb niet stout gedaan, geloof ik, de laatste keer. Dus, Doe je dat dan wel eens? Nou ja, een kerstboom. Oh. Nou, is dat leuk? Oh, je kan het zien. Leuk. Een kerstboom. Wauw, een kerstboom. Nou, met een flinke piek hoor. Het is februari, waarom heb je... in februari. Ik heb een vlucht geboekt naar Mongolië, maar ik wil graag naar Australië. En ik wil bij jou omboeken. Nee, andersom. Jij wilt bij mij omboeken. Oh, oké. Okay. Ja. Hallo. Ik zie dat u uw koffers bij u heeft. Waar kan ik u mee helpen? Nou, ik wil mijn vlucht omboeken. Want dan weet u nog niet dat u dan extra geld moet bijbetalen, hè? Ja, dat is mogelijk. Dat is mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Dat is een moetje. Dus bent u gewil daar bereid toe? Daar ben ik bereid toe. Ja? Wel vervelend. Echt? Ja,
het fucking hier. Het was precies op het tijd. Nee, die was nog goed. Kijk wel, hè? Het is 48 seconden. Ja, nee, ik drukte pas later. Maar ik weet niet precies wanneer het kwam. Ja, ik vond dat ik het heel goed gedaan heb eigenlijk. Ik doe wel. Waar ben je jaloers op bij de ander? Oh. Dat jij hebt het aardig goed, beter voor elkaar in de liefde dan ik. Ja, dat kan je zeggen. Ja, dus ja. Dat is denk ik waar ik jaloers op ben. Nou, ik ben een goede vriend van jou. Oh. En ik kom, je hebt mij iets aangedaan en ik kom jou eigenlijk verhaal halen bij jou. Oké. Jij hebt mij iets aangedaan. Ik heb jou iets aangedaan. Ja. Ja. Nou, maar dan had ik niet dit gekozen. Nee. Hoi Erik. Hoi Rutger. Ja. Oh nee! 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 Ik wilde zeggen... Nou, dat was nog erger dan mijn eerste keer. Dat is een verhaal. Ik wilde vertellen dat ik heb getongzoend met je moeder. Dat was echt heel slecht. Ik was helemaal vergeten welk spel we deden. Jij spant echt de kroon nu hoor. Zing de intro van de ander en dans erbij. Doe een lapdance. Je hebt wel een lekkere poepbroek aan. Ja, hè? Het is echt heel erg aantrekkelijk dit. Echt een lapdance. Echt een lapdance broek, je ziet alles. 1, 2, 3, go! Erikos gaat helemaal los. Oh my god, Erikos! Wil je dit niet al ontbindend, ja, dit? Ik had het al helemaal niet, ik nog heter. De laatste ronde ga ik Erik gewoon interviewen over zijn YouTube kanaal, is het goed? Ja hoor, dat mag. We zijn er niet begonnen. Hi, Erik van het YouTube kanaal. Erik. En? Erik was vlog. Een doel op YouTube, ik denk het wel. Ik wil ooit bij de radio of tv komen werken, denk ik. Echt? En dan liever radio of tv? Liever... dat maakt me niet zo wel uit. Nee? Ah, shit! Oh. Yes, 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 yes! Met welke YouTuber zou je nooit een video willen opnemen? Nou, met jou dan nu, na deze video. Sam Pepper zou ik geen video meer opnemen. Ja, Sam Pepper is echt een lange video. Final round! Jij gaat mij interviewen over mijn YouTube-kanaal. Final countdown. Hi. Hoi. Gaat alles goed? Met mij gaat het zeer goed, want het is februari. Jee, vind je het leuk? Ik vind het onwijs leuk. Het is een heel groot project en maar het is heel erg leuk. En wat is nou de YouTuber waar je het meest naar uitkijkt? Poeh, ja. Oh nee! 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 Ja! Echt? Nou, als ik ergens enthousiast van raak, dan vergeet ik gewoon totaal waar ik mee bezig ben. Eigenlijk dan dat ik alles zou grappelen, maar jij vond mij de meeste nog gehad. Oké, okay, dus dat heel meerdere vlakken is goed dat idee. Zo. Hoe oud was je toen je voor het eerst tongzoende? Nou, oeh, spicy detail! Oh god. 14? Zo vroeg al? 15. Ja? Echt waar? Ja, het was verschrikkelijk. Ik was naar de bioscoop geweest met een meisje. En het was bij de trein. En op een gegeven moment stopte ze dat ding in mijn mond. En ik dacht echt van... wat doe je? Weet je wel? Like, het was heel gezellig toch? Het was leuk toch? Waarom doe je me dit aan? Wat een kut eind toch jij? Ja, sorry Justine als je kijkt. Tot zover deze spectaculaire geen ja, geen nee challenge. Wie heeft er eigenlijk gewonnen? Jij volgens mij. Jij hebt maar twee keer opdracht gedaan. Ja. We hebben nog een video opgenomen op het kanaal van Erik, namelijk de... Mary Fuck Kill! Oh my god, dus twee video's voor de prijs van één. Ja. Dus klik even op Erik, ga je naar zijn kanaal, dan kun je de video... checken. En we hebben nog een vraag voor jullie en dat is, waar zeggen jullie geen nee tegen? Laat het weten in de reacties hier beneden. Oh my god, volgens mij, ik kan nooit sowieso nee zeggen eigenlijk. Ik zeg ook... alleen als we dit spel spelen. Ik ben heel erg benieuwd, laat het even weten in de reactie. En dan zie ik jullie morgen weer, maar tot die tijd, stay fabulous. Doei! Als je nou heel erg benieuwd bent wie er morgen te gast is, vergeet dan niet om te abonneren, dan mis je geen één video. En volg me even op Instagram, Twitter en Snapchat, want daar geef ik af en toe hints. Tot morgen!